Vandaag is woensdag. Morgen hebben we shoot voor Fillmore in Nuenen bij studio. En vandaag gaan we alvast even de beamer en het trussensysteem ophangen. Dus Quentijn is er, die gaat zijn licht alvast neerzetten. Jelle die is er om de beamer te installeren. Dan is er nog Arvid, die is super chill. Die helpt ons met het podium en het zand en de hele installatie eigenlijk. Dan kunnen we een beetje opbouwen en testjes draaien. En dan kunnen we morgen gewoon meteen aan de gang. Staat als een huis. Ik heb iets moois voor jou in de auto liggen. Wat dan? Ik heb een nieuwe schroevendraaier, die wil jij ook meteen. Ja? Ja, een baseplate. Ik ga nou ergens naartoe. Ik zeg, ik weet zeker dat jij daar ook nog drie bestellingen krijgt. Dit is voor in de hoed ook al chill. Ja, precies. Maar het liefst, kijk, toen was die bak klein, dus het liefst ga ik nu nog iets, dat we nog we kunnen wel iets wijder, maar niet veel wijder. Voel je hem deel al hebben? Makkelijk? Nee, ja, mijn bus heeft nou een pak veel onderdelen op. Kom. Kijk, we hebben hier onze director's car met de monitor. Kan morgen Johan alles bekijken. En op de iPad hebben we de shotlist en moodboards. En we kunnen hier ook, de achtergronden zien die we op de beamer gaan projecteren. Kijk. En dan moet het een beetje dit worden. Met de bak, met zand, achtergrond, lichtje van Quentijn. Vet hè? Denk je ervan, Lars? Ik weet nog niet, man. Nee? Als we het licht matchen en de achtergrond is gewoon zo. Kijk. Kijk. Dat is voor een totaaltje. Met best wel contrast voldoen. En waarvoor closer met de schoenen. Dat dit wel key blijft, maar dat we met die grote toplight hier gewoon dichterbij op de schoenen gaan. We beginnen dadelijk met deze twee video's, Edna White en Green. Dat zijn twee dezelfde schoenen, alleen een andere kleuren. Dan hebben we daarna wat macro close-ups van die schoen, portretshot. En dan hebben we nog een eindshot totaaltje dat die uit beeld loopt. Dus wat we gaan doen zo meteen, we draaien eerst de productshot van hij is nog en de visagie en zo. Dus we kunnen zo meteen die twee schoenenparen erbij pakken. We laten de setting gewoon nog wit of met de kleur. En we gaan gewoon zacht licht van boven composities maken met visdraad. En we gaan close-ups maken in het zand. Yes? Volgens mij is het duidelijk, toch? Ja. Ja. Je had al een paar goede momentjes tussen. Ach, de shake wil weg. Ja. Lars, kan je daar eentje op die onderste? Dat doe je volgens mij al een beetje. Nou, die onderste focussen. Ja. De camera naar beneden gaat. En misschien daarna eentje op die zolder dat je omhoog gaat. Johan, weet je wat dat chill is? Alles is gewoon nu al veel wijder. Ja. Voelt het ook zelf wel dit. Ja, dan voelt het ook iets minder een beamer. En dan voelt het niet zo'n wereld. Want hoe kan je hem wijder dan dit nog? Ja. Met de andere lens? We kunnen sowieso echt helemaal hierheen. Dat is ook wel leuk. Dat is ook wel lekker om te hebben. Ben je achter? Nee, nog niet. Oh, dat kun je al niet. Kan misschien die rolletang in. Weet je ervan? Dat we hier meer golven zien. Nu is hij nog best vlak. Ik probeer veel van die golven te zien. Ja, dat is Ja, met de voet in. Ja. Dan doen we aan de voet. Een paar close-ups, misschien links en rechts door die. Een beetje dit zo. Beetje dat, En dan gewoon wel niet aan handheld, maar gewoon statief of dolly. Totaalshot die uit beeld loopt en portretshot. Ja. That's it. Ja. Dus dat moeten we best wel snel kunnen. Dat kunnen we best wel snel doen. Mijn portret. Helaas. Hij moet portret geen gezicht doen. Dat is wat. Dankjewel, Amati. In de wijdse. Ja, even kijken, even naar ons te draaien. Ja.
Hou dit even vast. Dan kijk je naar achter. Dan draai je met je lichaam mee. En kijk even in de camera. Ja, weet je op die rechte schouder heen, daar hebben we licht. De namen van de schoenen verwijzen naar vulkanen en daar staan de coördinaten. Maar is op elke schoen die coördinaten? Ja, alleen op deze schoen. Nee. Wat ben je aan het doen, Christen? Visdraad door de schoenen halen. Om op te hangen voor de shoot. Lekker.